Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag zijn we terug Let's Play Assassin's Creed 2. Ik ben alvast even naar het kijkpunt geklommen, dan moest ik dat niet meer doen in de video. En dan gaan we natuurlijk hier nog bij mij de Codex page even gaan halen. Dan is dat ook weer een extra page die we niet meer moeten verzamelen op het einde van de game. Jongens. Jullie gaan roken met mij. Hoezo is een dood van daarachter getriggerd? Oké. And another one. Er is wel nog geen assassin tempel dingy. Bijgekomen, wat best jammer is. Want we moeten nog 3 Infinity schijven hebben en dan hebben we Altair's Armor. Ah, hier is ook al iets, maar dat mogen we nog niet komen. Nee, aids. Ja, Venetië is pretty big. That's for sure. Ja, nu is sowieso Emilio vermoorden en dan hebben we het nieuwe gebied al. Dus dat is pretty lit. Wacht, hier is een dokter. Ik kan me even genezen bij hem. Voilà. I have done what I can. Try not to reopen the wound. Ja, ik heb nog genoeg medicijnen waarschijnlijk, dus. Maar u kan ik niet varen? Nee, oké, dan wordt het zwemmen. Ben je niet waar we met Emilio gaan zien, jong? Oké. Voilà. Oh my. We're almost there. Firenze was wel een aangenamere stad om door te navigeren. Oh, sorry. Voilà, ze. Interactie. Knok, knok, de bel doet het wel. Alles moet weg. Werk samen met Antonio en zijn dieven om Emilio te verslaan. That's why I'm here. Oké. Your good work has restored us to our former strength, Ezio. We are ready to strike. Just tell me what needs to be done, and I'll see that it is. You'll approach from above under the cover of night. Yeah. Emilio has posted archers around the palazzo. Kill them, but do so quietly. As they fall, my men shall replace them. Okay. The guards. When you finish with the archers, we'll regroup in front of this building here and discuss next steps. Nessun problema. I'll take care of the archers and return to you. Then it's settled. In bocca al lupo. Crepi lupo. Vermoord de boogschutters. Will do, will do. Oké. Okay. Oh la la. Een beetje oppassen. Ja. Oh, u moest ik niet hebben. Wat jammer. Au. Ah, wacht. De noise. Oké. Okay. Ja, jammer dat ik wel een beetje geld ben verloren, maar het is niet anders.
Damn, dat was snipt. Dat was heel debiel. Zeer debiel. Oké. Okay. Echt, hier is weer een poster van mij. Ja. Oké. Zij er bijna, want aan mij. Oké, hier is de eerste. Uit. Whoops. Ik heb hier niks mee te maken. Oké. Daar zijn de volgende. Ze zijn toch ook dom, hè? Oké. Die laatste twee ga ik toch even anders doen. Oké. Mooi gebouw wel, maar... Kessie... Allee. Au. Oké. Where are you at, Antonio? Ja. Ah, hier is hij. Well done, Ezio. Everything is going according to plan. As we speak, my men are replacing the archers you've removed. The way to the palazzo is clear now. But not the building itself. Emilio's guards still patrol its border. Ah, zal ik moeten vermoorden? They can distract the guards. Save you from having to fight. And when it comes time to storm the place, remember what I've taught you. Seek out, though, Ezio. Yeah. We await word of your success. Okay. Vermoord Emilio. Yeah. Bruno, the dog. Trust. He is not so terrible. Oh. Allee. Come back here. Ik was toch aan het... Wat zijn die eigenlijk aan het doen, jong? Ah, amai. Ja. Oh.
Ik wil... Oké. Ik hoop niet dat die mij gaan volgen. Nee, dat is te hoog. Ja. Oké, okay, ja, ik moest langs de voordeur gaan, zeker. Zo, ik... Ja. Is hier de ingang dus? Nee. Allee. What am I doing? Ah, wacht, waar? Kroop die Marcia griet vorige keer op hier, toch, hè? Ja. Dat moet je wel halen, zei het zo. Ah, wacht. Ah, verkeerde knop. Ja, blijven jullie maar... Hey. Maar nu is het heel donker. Your little house of cards is crumbling, Emilio. A minor setback. Yeah. It will be dealt with. This povero scemo Antonio and his thieves. Never mind then. It's the assassin you should be worried about. Why? Is he in Venezia? He's been here for weeks. How could you be so blind? Unlike you, I've been busy. Someone had to provide the weapon to our brother in Firenze. Yes. And we all saw what good that is. Enough. What is it you want, Carlo? Maestro has called the meeting. 3 days from now at Santo Stefano. Very well. I'll be there. Assuming you still live. Niet naar beneden vallen. I'd find a less conspicuous place to go. Uh-oh. Seta is a target. Seta is a fortress. If you say so. Goodbye, Emilio. Cazzo, what if he's right? You, call for my boat. It should be close. When it arrives, load those crates and prepare to sail. I'll be right back. If Carlo speaks true, I must find a place to hide, just until the meeting. Then we'll deal with the attack. He must be working with Antonio. That means the attacks. No, I've worked too hard for this. Daar is hem, ja. Ik ga langs hier naar beneden komen. Ik wil eerst... Oh la la. Al die archers. Dat vertrouw ik niet. Don't they understand? The Guardia! Guardia! Ah, oh, what the fuck? Boom. Dag, Emilio. Do not be afraid. I feel no fear, yeah. Assassin. Only regret. I sought unity. Stability. Order. At too great a cost. Progress demands sacrifice. Non trova alcuna gioia in questo, ma non c'è altro modo. Requiescat in pace. Pace. Ah, beh.
We won. Sorry, we couldn't resist. Come, let's open the gate for Antonio. Oké, okay, nu is iedereen dood ofzo? Questione? Set has fallen and Emilio is no more. All thanks to you, Ezio. Go! Tear down Emilio's banners. Return what he has stolen from the people. Tell me, Ezio. How can I repay you for your service? Money's always nice. Easy enough. Mm. What else? Emilio is meeting with a man named Carlo. He looked to be a government official. Do you know him? Carlo Grimaldi. He sits on the Council of Ten. Why do you ask? What are you up to? I have a meeting to attend. Yes. Gesynchroniseerd. Sequentie 7, Toyt, dat dacht ik al. Wow. What's happening? Yeah, begin je tekent ouders naar sequentie 8 gaan. Damn. Ja, jullie kunnen ook tellen. Ah, ik ben de oogjes vergeten. Geen probleem. Misschien ga ik ze nu doen. Nu nog een missieke en dan die twee oogjes halen. Ja. Oeh. En er is zelfs een assassin-teken bijgekomen. Oelala. Ja. Ik stel voor dat we naar dat uitkijkpunt gaan. Ja, hier waren de twee oogjes. Daar ben ik best dichtbij. Dus laat ik die even doen, hè. Want we zijn zo dicht bij de waarheid. Oké. Hier zou oogje 1 moeten zijn. De Ponte de Rialto. Laten we hieronder eens kijken. Ah, belasse. Zeer voorspelbaar. Yes. Wachters, bestand vrijgespeeld. Ah, yes. Ja, ik neem aan dat nu wel alles moeilijker en moeilijker gaat worden. En die stellen goed. Oh. Deze is ingewikkeld. Maar ja. Dus de twee buitenste die zijn. Nee, niet. Oké. Het ding is, ik weet alleen niet hoe ik kan zien dat de buitenste juist staan. Nee, oké, okay, ik snap het al. Even aan het kijken, want ik zie echt ook gewoon geen kloten, hè. Ja, nee, ça va. Kan ik die buitenste niet alleen doen? Ah, nee. Ja, oké. Zo dan. Oké. De dood van alle tirannen zal de mens bevrijden. Oké. Cleopatra. En dat is gewoon
een spoiler voor Assassin's Creed Origins dan. Joseph Stalin. Oh, deze was best gemakkelijk. Zo snel mogen ze allemaal zijn. Oh boy, ik vind het echt zo vet om te zien dat we echt in de buurt aan het komen zijn van die laatste be... Allee. Ja, je snapt wat ik bedoel. Oh. Ja, frik. Ik hoopte eigenlijk stiekem dat ik daarop kon springen. Oké. Okay. Dan is hier het volgende oog. Wacht, hoeveel ogen moet ik dan nog hebben hier? Ah, wacht, ik hoor een glinstering. Ja, ik zie het al. Oké. Okay. Hoppa. Let's fucking go. It happened in 1908. Or was it 2008? 1708? I can't remember. Oei. Nicola, we weten dat je met je laboratorium hebt gedaan met je carrière. Het is waarschijnlijk te laat om alles te draaien, maar ik moet wel iets veel ergens voorkomen. Ze zijn met de voorwerp van de Tsar naar Tsugunska gegaan om te leren hoe ze het moeten gebruiken. Je moet van ze afpakken voor ze ontdekken, anders loopt de hele wereld gevaar. Vraag je niet te leven op het spel te zetten, maar alleen dat je het moment daar is elektriciteit gebruikt om het voorwerp te vernietigen. We weten dat, ongeacht uw besluit, zeer veel waardering hebben voor uw werk en dat we niets goed met u voor hebben. We respecteren uw vrijheid boven alles. Bel je! Ja. Oké. Boy, hoe gemakkelijk waren deze, man. Moeten er nog maar vier? 1, 2, 3, 4. Yeah. Zou het zomaar eens een van de... Ja, volgende 5, 6 episodes zou het wel eens kunnen weten, denk ik. Ik ga eens in de database kijken, trouwens. Locaties, Venetië. Ja. Oké. Okay. Het district. San Marco. Oh, kijk hoe groot dat is. Oei, 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 oei. Ik hoop gewoon niet dat ik een gebouw heb overgeslaan in dit district of zo. Daarom is het belangrijk dat we zeker alle uitkijkpunten pakken, omdat we anders wel iets kunnen missen. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk moeten we na Venetië terug naar Forlì gaan. Dan kunnen we daar ook alles doen. Ja, dan zijn we al naar het einde van de game aan het werken. Ah, wacht, ik ben wel verkeerd aan het gaan. Ja, maar dat maakt niet uit. We gaan zo wel. It's alright. Ik zou eigenlijk naar San Marco plein willen, joh. Ik... dat is geen dingen. Geen Codex page, dus dan wekt het ook mijn interesse niet. Au. Oké. Okay. Oh, dat voelt goed zo om een keer twee makkelijke oogjes te hebben, jong. Damn. Oh, gelukkig had ik dat verhaal gelezen, anders wist ik niet wat ik moest doen. Dat is ook wel de eerste keer dat ik dat verhaal had gelezen bij Oogje. Damn. De Santo Stefano. Oh, Petruccio weer. Oh, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Is hier een oogje op? Nee, zeker. Wel een dikke leg spike. Voilà, ze. Ja, de game runt niet altijd even goed. Het is al een vrij oud spel, dus. En zolang het maar niet crasht. Oké, even afkloppen.
Ja, dat bijgeloof heb ik toch wel. 40 van de 3, nog 23 uitkijkpunten. Ja, dat zou, als je ziet hoe groot dat Venetië is, zou dat wel zomaar eens kunnen. Ja. En dat moet ook nog wel doen in. Ja, waarom zou het niet kunnen? De game gaat er niet over liegen of zo. Ja, want er, hier is nog een ding, nog een district. Nog zeker het tweede district in de game, dus. Allee, in Venetië. Pretty big. Maar wie is er hier? Jij, jong. I told him to be here. You told him yourself, in person. Yes, myself, in person. I'm concerned that you don't trust me. As am I. Perhaps you'll arrive with the others. Walk with me. Okay. Die gaan allebei dood. So, how go things in the palace? Honestly, it's difficult. Mocenigo keeps his circle closed. Mm-hmm. I tried to lay the groundwork, making suggestions, but he has other voices at his ears. Then you must work hard. You must become part of his inner circle. See, I understand. But it's harder than I expected. And why is that? I don't know. He just... the Doge doesn't like me. I wonder why. Hmm. It's not my fault. I keep trying to please him. I learn what he craves and I have it delivered. The finest jams from the orchards of Sardinia. The newest fashions from Milano. Yes, that's called being a sycophant. What? What did you call me? A doormat. A flatterer. A bootlicker. Need I go on? Bastardo. You don't know what it's like. You don't understand the pressure in there. Oh, I don't understand pressure. No, you have no idea. You are a government official. I'm two steps from the Doge himself. I am beside him day and night. You wish you could be where I am. Are you done? Hardly. You listen to me now. I am close. The Doge can be recruited to our cause. I'm sure. He's a Doge. Dogecoin? I need a little more time. Time is not a thing we have. Mikey is there now. The feet are killing me. Can we sit down inside somewhere? Do you know anywhere truly safe to discuss things such as these? Petrusio weer. Ja, dat ik de missie aan het riskeren ben voor die fucking kutveer. Misschien. Stop. Fuck. Kut. Ik ben zo'n clown. Oké, fuck die weer. Do you know anywhere truly safe to discuss things such as these? Ah, deze San Marco. Nee? Waarom wil ik per se op San Marco plein zijn? Good question. Is hier. Ah, hier is ook een Assassin Tomb als het goed is. Wacht. Er stond ook een Assassin Tomb op de map. Oké, weird. Buongiorno, cousin. Oeh, maar je gaat er nog veel moeten vermoorden. Emilio is dead. What? How? The assassin. The same one who hunted down the Pazzi. He's here in Venezia. E così? Silvio, did you not know? He could be anywhere. He could be here right now and we might not even know. He struck Emilio inside his own palazzo. And so? What of our plans? There is no longer time for subtlety, my brothers. We must act now. But Marco, I'm so close. A few more days, if I can just... No. It happens this week. We should keep moving. Hij ziet er nog die stevige dude uit. Ah ja, juist. De paus was een Spanjaard. He's here? From Roma? Ja.
Als mensen dat niet wisten, daarom mochten mensen die paus, want die heeft echt bestaan. En daarom mochten ze hem niet, omdat hij een Spanjaard was. Oké, hier is een oogje. The one who came up with the idea of how to save the city. There is no lack of value in tactical intelligence, good Silvio. But it is wisdom one needs to rule. Do not think otherwise. Calma, calma, amici. Please. There's no need for this. You know it's not up to either of you. For all we know, you may not even choose a barbarian. Ik hoorde een oogje. Oké, dan weten we dat oogje waarschijnlijk aan die linkerkant van die leeuw is. We wachten op zijn arrival. Are you sure he's coming? Yes. Kijk. We should move a little faster. I feel eyes. Oh fuck. Fuck. Oh, maar ik moet opletten, man. Shit. En niet heel te afgeleid zijn. Aha. Sorry boys, maar... Laten we dat oogje maar even doen, joh. Oh nee. Oké, we moeten eerst een cijfer zoeken. Ziet iemand het cijfer staan? Ik zie wel al één symbool. En dat is exact het bovenste. Dat staat hier. Hier staan E en R, maar dat is T. Een ander cijfer. Nou, we kunnen een gokje wagen. Misschien is het gewoon zo. Dan is 9. Dat. En 7 is dan. Mai. Deze? I think so. Ja. Yeah. Dat dacht Nicole. Nee, oké, we moeten een ander cijfer zoeken. Waar is het ander cijfer? Ja, nee. Where you are. Zie je het oprecht niet staan? Ja, nee. Het ding is... Omdat het vaak iets is... Dus 7 en 9 weten we niet. Dan is het altijd wel een van de twee. Ah... Deze zie ik het wel nog eens zijn. Oké, dus 9 is... Ja. Vraag me alleen af wat dat 1 is. Ja, deze vind ik wel echt een heel vaag getalsysteem. Is er iets met twee driehoeken of zo? Of een driehoek en iets raar? Ja. Is deze een ding ergens? Nee. En dan ook nog iets... Wat nummer 7.
iets met een snor of zo? Nee. Aha. Oké, okay, nee, die anderen zijn foutief, sowieso. Ja, ik denk dat 9 wel juist is. Het probleem is, we zijn niet zeker van die 1, maar ja. Oké. Okay. We gaan het kijken hoe dat die symbolen precies veranderen. Het is ook weer precies een som van de twee vorige. Zoals ervoor. Ja, en het begint bij de cirkel, volgens mij. Dus op 1. Ja, wat is dan de som van... Eén. Ik zou misschien zeggen deze. Advies. Ja. Signori, we should move a little faster. I feel eyes on us. Ja, dat klopt. Thank you, Dante. We will move at your pace. This guard's a good find. How much did you pay for him? Perhaps not as much as he deserves. He saved my life on 2 occasions, though he's not much of a conversationalist. Enough with your inner The choice of Dodger was never up to any of you. Yeah. And you were never given permission to make plans. Forgive us, Maestro. We wish only to serve. The plan is this. Doge Mocenigo will die tonight. And once the deed's been done, Marco shall take his place. Vi ringrazio umilmente, maestro. Yeah. Good. Messer Grimaldi, you are closest to Mocenigo. You work the most vital. Serve us well, and it won't be forgotten. Walk with me. Yeah. I don't want any blood spilled, you understand? It must appear to all that he goes quietly. Certo, maestro. When are you closest to him? I have full run of the palace. He may not care to hear what I have to say, but he trusts me by now as one of his own. Bravo. Then I want you to infiltrate the kitchen and pose as me. So be it. Okay. Marco, can you furnish us with a suitable toxin on short notice? I defer to my cousin. That is really his area of expertise. Ah, Silvio. I am at your service, maestro. What can you bring to get this done? I will confer with my associates in the streets, but chances are good that I can procure some candarana. Yes, and what is that? It is a most effective form of arsenic and difficult. Ze zien ons niet, hè? Ja. Oké. Okay. Is dat daar... nee, gewoon kistjes. Zou we... Ah, de Ponto... dingen.
Okay. Forgive me, maestro, but is this not perhaps a tad dangerous for you, involving yourself so intimately with the minutiae of our plans? I feel the need to involve myself more directly. The Pazzi disappointed us in Firenze. I pray you will not do the same. Do not worry this time. The Pazzi were a bunch of foolish... The Pazzis were a potent and venerable family, reduced to rubble by one young assassin. Do not underestimate this troublesome foe who now haunts your city. Or the same fate will befall the Barbarico. I want this done promptly. Bene, I must return to Roma. Time is of the essence. Do not fail us. You've seen something? I should have kept my eyes on them. I need to go and see Antonio if I have any hope of salvaging this mess I've made. Oef. Okay, boys, maar het is genoeg geweest voor vandaag. Ik heb heel veel gestruggeld vandaag. Ja. Voordat we de volgende keer naar Antonio gaan, gaan we eerst dit hier allemaal gewoon rustig doen. Ja. En dan gaan we wel naar Antonio. Die kan wel even wachten. Ook al zegt Edjo van niet, Edjo liegt. Goed, maar ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Als je het een beetje leuk vond, was het een duimpje omhoog. En de volgende keer. En de volgende keer gaan we weer verder met Let's Play Assassin's Creed 2. En dan pakken we de voorlaatste Infinity-schijf. En ik zeg, ciao.